Vlinders drinken uit bloemen. Daar zit nectar in, dat zijn vlinders nodig. Alleen ze drinken niet uit elke bloem. Die bloem die moet wel voldoen aan een paar kenmerken. Dus hij moet fel gekleurd zijn. Het liefste rood. Er moet nectar in zitten. En ze moeten een honingmerk hebben. En dat honingmerk dat zijn kleine gele lijntjes in het hart. Bij sommige bloemen kunnen wij die niet eens zien. Maar vlinders die zien ultraviolet licht. Dus uiteindelijk kunnen zij dan dat kenmerk zien ze gewoon. Er zijn wel veel bloemen hier. Soms zien wij die bloemen ook niet goed, want het zijn het hele kleine bloemetjes. Is het genoeg voor al die vlinders? Nee. Daarom voeren wij ook nectar bij. Vroeger deden we dat altijd in van die nectarbakjes. Die moesten we dan een beetje achter de schermen een beetje wegmoffelen, want dat is niet heel erg mooi als je dat ziet. Er zijn plekken hier wel gecreëerd en echt fantastisch was dat niet. En de mensen misten dat stukje natuurlijk ook. In de oude dierentuin had je natuurlijk speciale voederplaatjes. Dat weten heel veel mensen nog wel. Daar had je van die bloemetjes op zitten met een buisje. En dan konden de vlinders dan lekker drinken. Nou, hier was het dus niet het geval. Dus de afdeling die kwam met de vraag van, goh, kun je niet wat bedenken? En aangezien wij hier veel boeken gebruiken voor informatie, had ik zoiets van, nee, als we nou een boek nemen met afbeeldingen van bloemen erin en daar dan de buisjes in, dat ze daaruit kunnen drinken, dan zou dat misschien een mooie oplossing zijn. Dus daar ben ik mee aan de gang gegaan. En met dit boek kunnen we toch op een hele natuurlijke manier laten zien hoe een vlinder drinkt. Daarbij is wel rekening mee gehouden dat ze fel gekleurd zijn en dat ze een honingmerk hebben. Nou, dat zit er ook alleen bij. Nou, we staan nu bij de pinguïns. Ze zijn op het moment in het broedseizoen en we hebben nu 3 kuikentjes. Het gaat eigenlijk wel heel goed met de kuikens, ze zijn al wat ouder. We hebben 1 kuiken die is van 11 november en 2 kuikens die zijn van begin december. Nou, ze groeien heel goed. De ouders die zorgen goed voor ze. Dus dat is heel fijn om te zien. Ik heb ook even een eitje meegenomen als voorbeeld. Het is een neppe, maar dan kunnen jullie zien hoe groot die ongeveer is. Het is net iets groter dan een kippenei. Nou ja, de kuikentjes zijn ook net iets groter dan een kippenkuikentje. Als ze net uit het ei komen, dan hebben ze natuurlijk donsveertjes. Ze zijn heel pluizig. Zijn ze eigenlijk helemaal grijs. De ouders hebben natuurlijk een zwarte rug en een witte buik. De kuikens die krijgen dat later pas. Vingers zijn over het algemeen monogaam. Af en toe dan komt het wel eens voor dat ze naar een andere partner gaan. Als eieren bijvoorbeeld niet bevrucht is. Of er komt geen kuiken uit. Maar normaal gesproken komen ze eigenlijk elk jaar weer bij elkaar terug in het broedseizoen. Okay, we houden bij wanneer de eieren zijn gelegd. Wanneer de kuikens zijn uitgekomen. Nou ja, we kijken elke dag natuurlijk of het goed met ze gaat. We hebben nog 1 koppel, die zit op 2 eieren. Die kunnen ook binnenkort uit gaan komen. Nou ja, van het voorjaar kunnen we weer nieuwe eitjes gaan verwachten. Kom maar, Olle. Kom maar. Goed zo. In 2021 hebben we 2 jonge girafjes gekregen, Polle Polle en Muesi. En met Polle Polle zijn we nu aan het afbouwen met voeding. Ze krijgen natuurlijk de fles. Om de 2 dagen gaat er steeds iets minder voeding in de fles, zodat ze dan ook meer vast voedsel gaat eten. We zitten nu ongeveer op de helft. Dus we verwachten dat we over een maand ongeveer dat ze helemaal van de fles af is. Polle die was erg hongerig, die kwam gelijk naar de fles toe. Die gingen zeker in. Ze groeit ook ontzettend goed. Ze weegt nu rond de 280 kilo. Ze gaat dus richting de 300 kilo al. En dat is heel mooi gewicht. Ze zit mooi op gewicht nu. Ja, en ook qua lengte. Ze schiet de lucht in. Ja, dat is zeker. Is het voeren nog makkelijk? Het is wel makkelijker geweest, ja. Ze begint nu wel echt iets te groot te worden voor de fles. En dan hadden we nog die andere, de jongste teller, Muesi. Muesi, ja. Zij is nu bijna 2 maandjes oud. Ze is nu 6-7 weekjes. Die doet het ook ontzettend goed. Ze is afgelopen week voor het eerst naar buiten geweest met de hele kudde. En toen liep ze heel mooi mee met haar moeder. Vooral veel aan de zijde van de moeder. Heel nieuwsgierig in de omgeving ontdekken. Ze had de impala's en de waterbokken had ze al een keer gezien. Dat is al op de uitloop had ze die al ontmoet. En de zebra's waren nieuw. Die waren beide wel heel erg nieuwsgierig naar elkaar. Verder is het wel heel goed gegaan. Ja.